Die heb je dan ook al waarschijnlijk? Die heb ik op 19 meter. Oké. Okay. Maar in en in nog steeds gaat hij eronder door naar dit punt, waar ook weer een lijntje bij komt. Ja, snijpunt. Snijpunt. 1985. Doe maar 5. 1926-73. Wij zijn de profiel aan het tekenen hier. Tot ongeveer de maximale ontgravingsdiepte voor de hele bouwkuip. En door middel van het profiel willen we echt de hele bodemopbouw van deze locatie in kaart brengen. Dus inclusief alle sporen erin. Als het goed is komen we over een aantal meter nog in de verdedigingswal uit het eind van de 16e eeuw tegen. En dat willen we allemaal in het profiel hebben, dat we echt een doorsnede door het hele gebied krijgen. Ja, dit zijn allemaal ophoogslagen. Dus het terrein is vanaf waarschijnlijk halverwege de 16e eeuw is het opgehoogd. Daarna hebben we al activiteiten plaatsgevonden. Er zijn huizen gebouwd, die verdedigingswal, waarop. En dit zijn allemaal ophoogslagen, dus het is echt, het hele terrein is met meters opgehoogd. Allemaal klei en veenbrokken komen tegen. Okay, ik had hem op 1950, ja, 22. Dan krijg je eerst een kommetje, 5 centimeter ongeveer. Dan gaat hij bij 39, dat is hoog. 28. 20, 20, 74. Links.